In het Oorlogs- en Verzetsmuseum in Rotterdam zat de directeur met de bevriende journalist te praten die net uit de serie kwam. Hoe lang ben je daar wel geweest? Het moet daar echt vreselijk zijn. Ja, ik ben daar 4 maanden geweest en het is daar echt vreselijk. Alle kinderrechten worden daar geschonden. Maar... Tijdens het gesprek ging de telefoon van de journalist. Oh, wacht. Mijn telefoon gaat. Volgens mij is het alarmredactie. Hallo? Je moet nu meteen naar de redactie komen. Nu meteen? Ja, nu meteen. Dat zeg ik toch? Oké, kom maar aan. Ja, ik moet nu meteen weg. Ja, oh, echt waar? Waar moet je dan naartoe? Ja, ik moet naar Den Haag. Daar moet ik Maxima en Willem-Alexander gaan interviewen. Volgens mij heb ik alles bij me. Het is echt leuk voor je. We gaan volgende keer wel een kopje thee doen, Tige. Doei. In het museum kwam net de groep van de Pijler op bezoek voor een les over de Tweede Wereldoorlog. De directeur sprak hen toe. Welkom in het Oorlog- en Verzetsmuseum. Hier liggen allemaal spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Aan het eind van de introductie moesten een paar kinderen naar het toilet. Meneer, mag ik even naar het toilet? Ja, ik moet ook naar het toilet. Ja, dat is goed. De rest kan met mij meekomen naar de rondleiding. Kom maar. In het Oorlogs- en Verzetsmuseum liggen allerlei spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Ondertussen waren de kinderen terug van het toilet. Hé, hey, waar is de klas nou? Ze waren toch hier? Ja, ik snap het echt niet. Ze zouden toch op ons wachten? Oh, dan gaan we maar door het museum lopen. Dan vinden ze ze vast wel. Hé, hey, kijk, wat ligt daar nou? Toen zij door het museum liepen, zagen zij een kistje. Dat is volgens mij van het museum. Maak het open, misschien zit er wat bijzonders in. Wow, volgens mij zijn het allemaal spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Kijk, een oorlogsdagboekje. Lees eens voor. Oorlog is vreselijk. Tijdens een bombardement zijn we gelucht, maar toen we buiten renden, kwam er een grote explosie. En toen? Dit bombardement duurt nu al dagen en hier houdt het op. God, alsjeblieft. Rust toch maar, vrouw. Het komt allemaal wel weer goed. Het meisje van het gezin schreef alle verschrikkingen op van de oorlog. Deze was echt heel dichtbij. We zijn al een paar uur rustig. Ik denk dat we wel heel even naar buiten kunnen, toch? Ik denk dat dat wel handig is. We zitten hier al 4 dagen. Oh, wat heerlijk is het toch? Om deze frisse lucht aan te voelen. Kom op, opa en oma. We gaan een stukje wandelen. Ben je nou alweer in dat oorlogsdagboekje aan het schrijven? Ja, mama, ik wil alles opschrijven. Ik wil net zoals Anne Frank worden. Het lijkt wel hele goed. Vader, moeder, zoon! Wow! Vader! Kom maar niet doodgaan. Nee. Oh nee, vader! Wakker worden! Zo. God voor je kinderen. Oh, wat is dat erg. Lees verder. Ik vind het te erg. Ik ga niet verder lezen. Doe jij het maar. De oorlog is nu al 3 jaar aan de gang en niemand lijkt te weten wanneer een einde aankomt. Gelukkig zijn er verzetsmensen die helpen met voedsel. Jongens, de oorlog duurt nu al 3 jaar. Dat is veel te lang. Er zijn duizenden gezinnen nog zonder eten. Wat kunnen we nou doen? Er zijn hier helemaal geen hulporganisaties. Alle kinderen worden hier geschonden. Jongens, ik heb een plan. Dit zijn bommen. Daarmee kunnen we onszelf bewapenen. Met deze wapens kunnen we bij de gezinnen komen om ze eten te geven. Dat is een goed plan. Hier is het eten. Laat het meenemen. We hebben geen tijd te verliezen. 3 jaar. We hebben geen eten. We hebben het koud. We willen naar buiten. Het is veel te lang, die oorlog. Er zijn mensen die komen ons helpen. De oorlog. We zijn van het verzet en we komen jullie eten geven. Maar we kunnen hier niet lang blijven, want we moeten zo nog veel andere mensen helpen. Hier. Wegwezen, dan gaan we nu naar het andere gezin. Bij het museum kwam de bevriende journalist teruglopen, omdat hij wat vergeten was. Kistje nou gelaten, ik weet zeker dat hij hier ergens lag. Ik ben het kistje toch niet kwijt? Daar zat het dagboek in van dat kind. Hé, hey, wat hebben jullie daar?
Oh, dat is een kistje dat we hebben gevonden. Oh, gelukkig. Ik dacht dat ik me kwijt was. Dat is mijn kistje. Oh, is dat van uw verzameling uit de Tweede Wereldoorlog? Nee. Dat is een dagboekje van een kind. En dat is een kistje. En dat komt van een gezin uit Syrië. Hè? Uit Syrië?